Goh, noem één goed voornemen voor 2018. Ondanks het feit dat we heel fel gaan benomen zijn door de verkiezingen die er aankomen, de verkiezingen in oktober voor de gemeenteraad en een half jaar later voor het parlement opnieuw, ondanks het feit dat dat heel veel inspanningen gaat vragen van alle mensen die ergens op een lijst staan, ik hoop voor mij persoonlijk dat ik toch nog voldoende tijd ga kunnen maken voor mijn man, voor mijn dochters die met examens zitten enzovoort. Dus ik hoop dat mijn gezin daar niet te veel onder moet lijden. En ik ga echt proberen om tussen de drukke bezigheden door van een verkiezingsjaar om toch ook her en der eens tijd te maken om met het gezin ook fijne dingen te doen. Al is het maar en samen een avond naar Actua TV kijken. Ik zeg maar wat. Voilà.